Ladies and gentlemen, as you know, we have something special this evening. We organiseren op deze maandag en iedere maandag een inloopmoment voor mensen die korter of langer in Nederland wonen. Dus mensen met een buitenlandse afkomst, achtergrond. En die willen een plek bieden om elkaar te ontmoeten, ons te ontmoeten. En een beetje een weg te vinden. Hey Judith, Tommy. In deze Finex Schetsenwoud is ruim 6 jaar geleden Crosspoint officieel een pioniersplek geworden. In een heel andere opzet dan nu, maar wel een pioniersplek. Crosspoint heeft zich echt wel gevormd tot kerk zijn, inclusief kerkdiensten, et cetera. Van daaruit zijn we gaan nadenken over maar hoe kunnen we toch op andere manieren opnieuw verbinden naar deze wijk? Welke mensen komen we tegen? Wat gebeurt er dan? Vanuit die zoektocht zijn we bij deze pioniersplek uitgekomen. Dat ik en dat we dit zijn gaan doen, komt vooral uit een verlangen in... hoe deel je iets van je christen zijn met mensen om je heen? En in de kerk, Crosspoint, praten we daar ook wel over. Laten we erop uitgaan in plaats van tegen mensen te zeggen, kom maar naar ons. En in dat verhaal realiseer ik me steeds vaker, dat kan ik wel benoemen en dat kan ik vanaf een podium zeggen. Maar kom op, laat ik het ook gewoon zelf doen. Ze willen graag iemand die danst. De doelgroep richt zich vooral op mensen die vooral kortere tijd nog maar in Nederland en in Nieuw-Vennep zijn komen wonen. Dus dat zijn de laatste jaren zeker veel Syrische mensen, Koerdische mensen, Eritrese mensen. Maar goed, de kring is wel breder hoor, er komen ook andere mensen uit andere landen. En het doel is dat we mensen een ontmoetingsplek willen aanbieden. Dat we mensen ook willen helpen in hele praktische vragen. Een stukje ontmoeting, maar daarbij ook gewoon lekker Nederlands kunnen praten, vragen kunnen stellen. En in die ontmoeting op zoek gaan met elkaar van wat kunnen we voor elkaar betekenen. En hoe kunnen wij, dat was vanuit Crosspoint wel ons verlangen, hoe kunnen wij in ons christen zijn ook iets delen van Gods liefde. Daar had je niet verwacht, hè? Okay. Wie wil er nog aan mee doen? Het doel van je leven. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn... De primaire focus die we gekozen hebben is dat we mensen dienstbaar willen zijn, dat we willen helpen. En als blijkt dat mensen meer vragen hebben, meer willen weten, dan gaan we daar natuurlijk volop in mee. Ik denk dat zo'n pioniersplek belangrijk is, omdat het je helpt als kerk om weg te gaan uit de vertrouwde kaders en de vaststaande antwoorden en... je bent het allemaal wel met elkaar eens en opnieuw te gaan ontdekken wat de waarde van het evangelie is, welke andere mensen je gaat tegenkomen, hoe je daar dan weer mee omgaat. Dus het helpt enorm om de kliekerigheid achter je te laten. We eten met rijst, kip, met paprika, ooi. Ik probeer weer jullie aandacht te krijgen.
En in van, oh, we gaan het gewoon doen. Met dit initiatief beginnen 2 weken voordat de Ramadan begint. En inclusief eten, ja, dan moet je na 2 weken al gaan schakelen. Dat was niet zo handig van ons. Wat we ook wel steeds merken is dat we wel zoekend zijn naar, oké, wij zijn wel echt, nou ja, zeg maar, Phoenix-bewoners, blanke Nederlanders. We hebben het nog wel echt flink nodig om ons in culturen te verdiepen en hoe werken nou dingen. En het mee kunnen schakelen met mensen is soms wel ingewikkeld. Ik geniet sowieso ontzettend van de ontmoeting met mensen en dus ook vanuit andere culturen. Ik vind dat echt geweldig. Waarin mensen ook gewoon hun verhaal met je willen delen. Mensen hebben veel meegemaakt. Ik vind het bijzonder om daarin te ontdekken dat mensen het ook prettig kunnen vinden als je in dat gesprek kunt zeggen, mag ik ook voor je bidden? Ik geloof dat er een God is die van ons houdt. En het scherpt mij ook wel weer in mijn nadenken over wie God is en wie Jezus is. In nou, de ontmoeting met moslims, in mensen die daar eigenlijk niets mee hebben. Maar daar wel hun vragen over stellen. Dus ik word wel opnieuw uitgedaagd om daarover na te denken. Wie is dan Jezus voor mij?